Hey guys, ik ben vorige week teruggekomen van een persreis naar Noord-Ierland. En tijdens die reis leerde ik het recept maken wat ik vandaag met jou ga delen. Het is een recept voor 15's. En waarschijnlijk ken je het niet, tenminste als je nog nooit in Ierland of ergens in de UK bent geweest, dan herken je het waarschijnlijk niet. Maar het is in ieder geval een super makkelijke, zoete snack waarvoor je geen oven nodig hebt en waarvoor je echt een zoete kou moet zijn. De naam 15's is te danken aan de hoeveelheden die je van de ingrediënten nodig hebt. Je hebt bijvoorbeeld 15 digestives, biscuitjes nodig. Deze heb ik helemaal verkruimeld tot fijne kruimeltjes. Dan heb je 15 kersen op siroop nodig. Deze heb ik gehalveerd. Je kunt ook verse kersen gebruiken, maar die zijn momenteel niet meer in het seizoen. Dus op siroop is prima. En je hebt 15 marshmallows nodig. Dit waren grote, die heb ik door midden geknipt. Zo, en ze zijn lekker plakkerig. Daarnaast hebben we nog geraspte kokos. Ik heb helaas niet zo heel erg veel meer in huis. Dus in het recept neem ik een iets grotere hoeveelheid op, maar gebruik dat dan wel. En tot slot een half blikje gecondenseerde melk. En that's it! Het maken van 15 stelt echt helemaal niks voor. Het is namelijk gewoon een kwestie van alle ingrediënten bij elkaar in een kom gooien. Dus die kom heb ik hier. Ik schuif dit eigenlijk even een beetje aan de kant. Die digestives, biscuitjes, mogen in de kom. Die zijn dus helemaal verkruimeld. De kersjes mogen daarbij. Net zoals de marshmallows. Hopsa. En een half blikje gecondenseerde melk. Ongeveer zoiets. En dit scheppen we even met de lepel door elkaar tot een goed plakkerig geheel. En je kunt er nu nog meer ingrediënten aan toevoegen als je dat lekker vindt. Bijvoorbeeld chocolade. Maar schep het in ieder geval even goed door, zodat al die koekruimels voorzien zijn van een plakkerig laagje. Dan blijft dat namelijk zo meteen aan elkaar plakken. En dat is ook de bedoeling. Zo, kijk, dit is het eigenlijk al. Dan zetten we deze heel even aan de kant. Want dan pak ik een velletje bakpapier erbij. En op dat bakpapier strooi ik in het midden de geraspte kokos. En dat verdeel ik een beetje. Want daar mag dat 15 mengsel overheen. En hoewel heel plakkerig, kneed je dit een beetje met je handen in een soort staaf is het eigenlijk. En zorg ervoor dat hij ongeveer overal even dik en hoog is. Hou de randjes vrij, zodat je dit zometeen kan oprollen. Het ziet er heel gek uit en het klinkt ook alsof het veel te zoet gaat zijn, maar echt, dit is echt heel erg lekker. Zo, dit ziet er goed uit. Ik ga even mijn handen wassen. En dan rollen we hem op en zorg ervoor dat je dit goed strak doet. Dus ik trek het onderste helft van het bakpapier over dat 15 mengsel. En vervolgens druk ik het goed aan en kneed ik het nog een beetje in een staafvorm. En dit rol je dan zo stevig mogelijk op en zorg ervoor dat alles erin blijft zitten. En dit mag nu de koelkast in. Het heeft zeker een uurtje of vier nodig om een beetje op te stijven. Dan snijden we het aan en dan zijn je 15's al klaar. Dus zoals ik al zei, echt een fluitje van een cent. Oké, de 15's zijn klaar. Het is een lange staaf geworden die ik in stukjes heb gehakt. Ah, hier, ik heb mijn neus. Ik heb hier een klein stukje. Ik heb het kontje afgesneden, dus vandaar dat het hier een beetje raar uitziet. Maar aan de binnenkant ziet hij er zo uit. Je ziet echt die marshmallows zitten. Koek is lekker zompig. Kokos ruik je heel erg goed en die kersen zitten er natuurlijk ook tussen. Zoals ik aan het begin van de video al zei, moet je wel echt een zoete kou zijn hiervoor. Maar ik ga hem in ieder geval even proeven om te kijken of mijn recept een beetje in de buurt komt van die van Tracy. Van wie ik het recept heb gekregen in Ierland. Dus bon appétit. Oh. Namme. Het grappige aan 15's vind ik dat je eerst vooral die marshmallow proeft. Dat zijn natuurlijk hele grote stukken. Maar als je dan langer gaat kouwen, proef je in één keer die zoutige biscuitjes. Je proeft de kokos heel erg goed. En dan in één keer komen die zoete kersen en gecondenseerde melk voorbij. En het is echt niet zo zoet als je waarschijnlijk denkt. Die digestive biscuitjes zorgen voor een hele goede balans. Waardoor dit echt wel een heel erg lekker snackje wordt voorbij bijvoorbeeld de koffie of de thee. Hou er wel rekening mee dat het ontzettend machtig is. Dus eet alsjeblieft een klein stukje. Wil je geen last krijgen van je buik. Maar mocht je in ieder geval nog iets nodig hebben, wat je snel kan maken, wat geen gedoe kost, wat niet kan mislukken, probeer dan zeker deze 15's. Mocht je nou nog vragen hebben aan de hand van dit recept, stel ze dan gerust hieronder bij de comments.
En mocht je suggesties hebben voor andere recepten, dan hoor ik dat natuurlijk ook heel graag. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Abonneer je op mijn kanaal als je dat leuk vindt. En hopelijk zie ik je heel gauw weer.